Over 2 jaar ziet het er hier prachtig uit. Een heel mooi gebouw met de mogelijkheid voor 120 ondernemers om hun business te gaan doen. De huurders die belangstelling hebben, zijn werkzaam voor de industrie tot de dienstverlening. En wat dat betreft gaat het met name om kleine ondernemers, de K van het MKB, die hier graag zou willen gaan huren. Receptiefunctie, mooie entree en een restaurantfunctie en meeting point waar met wifi installatie met de laptop gewerkt kan worden. Ik kan u hier een kantoorruimte laten zien. In Rouen zal het op dezelfde wijze gestalte gaan krijgen. Ik zal even moeten aankloppen, want er zit een bestaande huurder. Hier kunt u de aankleding van een kantoorruimte zien, zoals we dat ook in Rouen zullen gaan realiseren. Dit zijn 2 units. Met dank aan de huurder. Is het ook duur om bij Luyaf te gaan huren? Nee, het is niet duur. We zijn zeer scherp geprijsd. De gebouwen die ogen zeer duur, maar inhoudelijk, qua contract, qua voorwaarden, qua energiezuinigheid, zitten wij zeer goed in de markt. Starters, die hebben vaak niet zoveel geld. Ja, voor starters hebben we aparte faciliteit. Die kunnen met korting gedurende de eerste 2 jaar huren. Ja, wij zijn heel blij met de stichting De Weijerhorst. Het is een strategische partner met een touch. Ik bedoel met strategisch dat er geen korte termijn denken is. Dat er op langere termijn wordt gekeken naar rendement en niet op korte termijn successen. En met touch bedoel ik dat ze gevoel hebben voor innovatieve bedrijven en dat ze daar graag in willen investeren. Limburgse partij? Is ook een Limburgse partij met Limburgs geld, als ik dat zo mag zeggen. En wat dat betreft prijs ik me gelukkig dat wij ook als Limburgse onderneming met die partij zaken kunnen doen.